MKB'er die wil dus pas luisteren als het echt misgaat. We moeten ze een beetje bewust maken, een beetje opvoeden, een beetje laten zien hoe het allemaal kan. Dat kan middels Tech Talk Late Night, dat kan door te laten zien waar het misgaat, maar je kunt ook gewoon met een bus door het land gaan, naar de ondernemers toe. Dat is een van de elementen geweest van de campagne Veilig Zakelijk Internet. Dat volgde op Veilig Internet, daar stonden we vorig jaar mee. Met Veilig Zakelijk Internet een hele campagne, kon je ook zelf laten scannen en laten testen. Maar er was ook een man die met een heel team met een bus door Nederland reed. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Olly Vreemoet. Hey, welkom. Oh, je hebt meteen spulletjes meegenomen. Dat, nou, ik denk dat ik de eerste ben die ooit een flyer meeneemt naar een tech talk. Ja, papieren scannen. Ja, maar dit is wel het gehalte waar de ondernemer voor warm loopt. Namelijk ja? De meesten die dit lezen, dan moet ik iets doen. Die doen dat wel. Want als het op de e-mail komt, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk ook binnenkomt. Ja, ze krijgen zoveel binnen en denken ze van spam natuurlijk. Ja, dus wij sturen promoteams met die folders en ondernemers gaan op dat moment aan de slag. Kijk eens aan. Dat is in ieder geval een manier. Veilig zakelijk internet. Heel veel partners zijn daarin samengekomen. ECP, SEDN, die er vanavond ook zijn. Google, KPN. Nou, het lijken wel de TikTok partners. Zijn hier ook allemaal partners geweest. Maar bijvoorbeeld ook CCV, MKB Nederland, MKB Service Desk. Threadstone, die hebben tests gedaan. Verbond van Verzekeraars, TNO. En jij bent van de Dutch Network Groep. Je bent de campagneleider. Hè? Jij zorgt ervoor dat dit gebeurt. Wat is er allemaal gebeurd het laatste half jaar? Ik vertelde net met de bus. Hoe ging dat? Jullie gingen echt een campagne voeren in het land? Net zoals een politieke... Ja. Oh ja, die zijn ze met de bus. Het is in Amstelveen zo te zien. Waarbij we met een bus in het ondernemersgebied gaan staan. Mm-hmm. De dames van het promoteam gaan de stad in. Ondernemers zeggen, ja, ik kan nu mijn winkel niet verlaten. Dus die gaan we daar servicen. Maar in de bus zat een adviseur van de verzekeraar. Die gaf advies over cyberverzekeringen. Daar zat iemand van KPN. Dus dat kan ook. Dus als ze denken, van, nou ja, als ik dan toch gehackt word, dan kan ik beter verzekerd zijn. Het gaat er meer om van, heb ik een cyberverzekering nodig? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja. Wat kost me dat? En past dat dan in het pakket met alle andere dingen die ik al heb? En ik heb hier een verzekeraar, die biedt het niet aan. Mag ik dan die van jou ook hebben? Dus die verzekeraar die doen dat in die bus. En dan konden ze langskomen. Okay. Ja. En de meer technische dingen, komt het ook in de bus aan bod? Nee, je kon je wel aanmelden om de hack uit te voeren. Maar de scan laten doen. Maar dat werd uiteindelijk op afstand gedaan. Okay. Dus je kreeg wel de werking van het project te horen, maar je kon niet daar ter plekke gehackt worden. Nee. Dat was technisch iets te ingewikkeld en juridisch moesten we dat een beetje afkaarten. Ja, want hoe ging dat in zijn werk? Want Melanie liet al zien van je kan kijken zonder aan te raken. Jullie gingen ietsje verder. Ik heb mezelf ook aangemeld natuurlijk, dit is best wel leuk. Dan kun je op de site kunnen aanklikken van wilt u gescand worden? Wilt u weten of u kwetsbaar bent? Dan geef je een soort van toestemming. Threadstone is dan een bedrijf dat uitvoert. Wat doen ze dan precies? Nou, er zit één stap voor en dat is een stap die ik niet vaak gehoord heb. Dat is namelijk dat we eerst een vragenlijst voorleggen aan de ondernemer en vragen van hoe je het on-site hebt geregeld. Okay. Onderdelen die het hacken misschien nog wel moeilijker maken. Op het moment dat je je gasten wifi beter beveiligt of dat je je server in de hoek eens een keer afstoft. Of dat je de dingen on-site ook beter voor elkaar hebt. Die ondernemer net tijdens de Week van de Veiligheid, die gaf al aan van ik heb een protocol. Nou, dat soort zaken zijn in ieder geval de eerste stap om daar... Maar mensen klikken het aan, vullen dat in. Hoeveel heb je dat inmiddels gedaan? We zitten tegen de 300 aan. Tegen de 300? Ja. Kun je iets zeggen over die 300 die vragenlijst hebben ingevuld? Wat komt daaruit? Maken ze echt heel veel standaardfouten? Of zijn er dingen die ze inmiddels echt wel snappen? Of ze dingen echt wel snappen, dat weet ik niet. De meeste ondernemers geven in eerste instantie aan van, bij mij is toch niks te halen. Of ik heb het goed geregeld. Dat blijkt dan vaak toch wat tegen te vallen. En ik begreep ook van Threadstone later dat voor een groot gedeelte is gewoon achterstallig onderhoud. Ja. Ja. Okay. Geen updates draaien, oude apparatuur, onervaren personeel wat ermee aan het klungelen is. Dus ja. dat speelt absoluut mee. Ja, ik kreeg ze zelf toen ook aan de lijn, dat is best wel leuk, want dan is eigenlijk gratis advies. Is die hier nog? Ja. Ja, op een gegeven moment werd ik gewoon gebeld ook. Hallo met Threadstone, we kunnen afspraak met u maken. Nou, prima, woensdagmiddag komt mij wel uit. Ik zat achter de computer. En dan krijg je dus een man die ik zal maar zeggen, die taal die Melanie net had, gewoon ook redelijk begrijpelijk weet uit te leggen. Je krijgt een soort score. Ja. Nou, even over mijn provider, Spin in het Web. Die scoorde heel laag op kwetsbaarheid.
Dus die was niet te hacken. Want wat bleek nou, hè, Melanie die zag wel dat er een oude softwareversie of iets zou kunnen zijn. Maar zodra iemand echt actief erin gaat, wordt hij eruit gegooid. Hij heeft een zogenaamd intrusion detection systeem. Nou, dat is wel tof, dat is zeker voor zo'n kleine aanbieder. Dat is best wel gaaf. Ja, dat ben ik. Dus TikTok, die is moderate en dat is mijn host. Very low, very low. Daar was hij best wel blij mee. Hij had nog wel één instelling, dat was wat minder. Dat heet een DNS amplifier. Dus DNS, hè, dat is het domain name system. Dat is ook wat SDN doet, dat je bij de juiste site komt. Hè, dat een nummer omgezet wordt in .nl. Als je daarentegen naar mijn site toe gaat, dan stuur je een paar bits daar naartoe. En dan krijg je iets terug en dat is nog groter. Een fractie, 16 was het geloof ik of zoiets. Nou, er is op zich niks aan de hand. Maar wat doen mensen nou? Dan doen ze dus alsof ze ABN AMRO zijn, noem maar wat. En dan sturen ze dus verkeer naar mijn site toe en dan komt het terug naar ABN AMRO. Dus dat is een soort versterkend effect. Nou, die hebben we dus uitgezet. Want daar hebben wij geen last van, maar daar hebben anderen last van. Kom je dat soort dingen wel vaker voor? Hij zat bij meerdere ondernemers in het risicopakketje. Ja, ja. Absoluut. Oké. Okay. Nou, en die andere, waarom ik zelf middel score, dat was information exposure. Ik zal zo wel even laten zien. Ik heb de site helemaal in HTML gemaakt. En als je dus iets achter de URL typt, dan kom je een andere pagina. Ja, dat heb je dan. Ja, als je een content management systeem hebt, wil je dat niet hebben. Nou, een beetje technisch. Klinkt dit bekend als ik dat zo vertel? Het klinkt bekend. Ik denk dat het voor de gemiddelde ondernemer alleen al een echte stap te ver is. Ja? Dat het echt moeilijk is en dat het de uitleg ervan al heel ver van je bedshow klinkt. Ja. Ben er wel helemaal mee eens dat het echt nodig is. Dat het ook echt hard nodig is om die 80-90% in Nederland van de ondernemers gewoon echt gewoon flink de waarheid te vertellen. En dat ze ermee aan de slag moeten. Ja, want we zeiden eerder al van ja, misschien moet het fout gaan. We krijgen straks CBP eraan. Maar wat kun je nog meer doen? Ja, is goed naar je eigen product kijken en dan bepalen van wat zijn nou je kroonjuwelen en waar wil je vooral niet op gepakt worden. Zorg dat met de basisbeveiliging het hekje iets hoger is dan bij je buren. Dat is niet de tip die misschien voor iedereen opgaat, maar ik denk dat je daarmee bepaalde data al kan beveiligen. Ja. Nou, als iedereen dat doet, hetzelfde als je fiets, hè? Als je in een grote stad woont. Dan zet je fiets altijd naast een fiets die en mooier is en een slechte slot heeft. En dat geldt eigenlijk ook voor websites. Ja, als iedereen dat nou doet, dan gaan alle... Ja. Maar ik denk dat je ondernemers op een bepaald moment ook een beetje moet triggeren van... maar wat vind je dan, wat doe je, wat heb je voor bedrijf, wat vind je belangrijk? En een voorbeeld was, we kwamen bij een fotograaf. En die man die zegt, ja, alles hier, met alle apparatuur is met internet verbonden. En ik maak pasfoto's en ik heb een kassasysteem. Wat is er bij mij nou te halen? Ik met €250 per dag op een qua omzet, dat moet toch allemaal wel doen. Hè? Maar die pasfoto's, dat triggerde ons om te zeggen van de illegale handel in paspoorten, makkelijk pasfoto's. Toen was ineens het klikje voor de beste man wel helder. Ja. Nou, en we hebben Udo net gezien, een pasfoto, dat is dus een gevoelig gegeven al. Hè? Ja. Daar kun je heel veel uit afleiden, ras, religie, dat soort dingen. En gevoelige gegevens moeten extra beveiligd zijn, en dat had hij helemaal niet. Je kon eigenlijk er zo in. Nee, gelukkig had hij het behoorlijk goed, laten we zeggen, medium beveiligd. Hij heeft ook daarop aangepakt, maar het was het feit dat hij niet bewust wordt wat zijn kroonjuwelen waren. Althans, voor de crimineel. Daar begint het bij hem. Ja. Want hij dacht dat het alleen maar over geld ging, maar het was eigenlijk zijn product wat nog veel interessanter was. En in die gesprekken, wat voor kroonjuwelen kom je nog meer tegen? Want inderdaad, dan spreek je iemand aan op zijn kwetsbaarheid. Hè? Er was een meubelhandel. Mooie stoelen, mooie banken. Een bankje gaat voor 1500, 2000 euro de deur uit. Dus er was best wel wat cashflow. Dat had hij volgens hem wel redelijk geregeld. Maar toen bleek dat er natuurlijk één keer per maand ook heel veel geld naar de leverancier ging. En het gevaar zit hem daar, dat uiteindelijk het online bankieren, dat rekeningnummers veranderd worden van leveranciers in hackers. Ja. En dat hij na 2 maanden toch een achterstand van een paar ton heeft en dat hij daar dus dan problemen krijgt met de leverancier. Weer datzelfde probleem als we bij de politie MKB item zagen. Je verandert een nummer, wordt niet meer gecontroleerd op naam en dat is een interessante target. Dat is dan met een persoon, maar dit kan ook met de leverancier zijn, want daar kijk je nog minder naar dan misschien naar je personeel. Want die beginnen na 1 maand al te zeuren, de leverancier misschien pas na 90 dagen. Ja, oké. Okay. Hey, jullie campagne loopt nog tot 9 december. Dus als die MKB'ers in de zaal zitten, die willen of zich laten scannen, of nog even die enquête doornemen, of advies krijgen, kunnen ze bij jullie terecht. Hè? Wat hebben jullie ze verder te bieden? Ze kunnen op dit moment, ik heb er volgens mij nog een aantal. Ik kijk even naar Threadstone, maar ik geloof dat we er nog een paar kwijt kunnen. Hij knikt ja. We kunnen een aantal gratis scans weggeven nog. Waarbij ze dus goed bekeken worden, waar staan je digitale deuren open. En het proces zoals je net toegelicht hebt.
We gaan volgende week nog naar Maastricht en Roermond. Gaan we een dag met die bus op pad. Kijk eens aan. Aansluitend is er een verhaal van een hacker. De hacker vertelt. Die komt daar ondernemers vertellen hoe het niet moet. En volgens mij gaan we op 9 december ook nog in Veenendaal een dag op pad. Nou, kijk eens aan. Geweldig. Ja, want Alert Online is 10 dagen. En cybersecurity is eigenlijk 365 dagen per jaar. Tof dat jullie al een half jaar bezig zijn. Ja. En nog even doorgaan. Dus kom terecht bij Olly Vrijmoed. Dankjewel. Dankjewel.